Picasso. Ja, 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 ik niet. What's up? Ja. What's up? Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer donderdag 4 februari 2021. Ja, wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Het is alweer 10:41 ongeveer, 42. Ja, kijk, 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 kijk. Helemaal goed. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, we zitten in de auto, alleen ik kan Ronnie filmen. Ik kan gewoon niet filmen. Ja, kan wel. Even bruggen. Nee, zo, kijk. Zo, heb ik toch even rook gefilmd. Maar ik ben nu even hondloos. Lady is weg. Lady is weg. Lady is van me afgepakt. Ja, is van me afgepakt. Nee hoor. Nee, de buurvrouw met haar dochter die wil even lekker wandelen met haar in het bos. Nou, dat mag. Dat mag. Maar ze weten dat ze Lady niet los moet laten. Yep, dat weet ze. Dus en dat doet ze ook niet. Nee. En ik ga zo meteen foto's maken. Oké, dat en dat de weg soms scheef is, dat snap ik. Maar hij staat wel heel scheef. Wel heel erg. Extreem scheef. Ik wist niet dat deze weg zo scheef was. Als je dus gewoon overheen rijdt, lijkt het gewoon recht. Ja. Maar dat is het dus niet. Nee, dat is scheef op het water staat. Ja. Ik vind het wel heel grappig. Ja. Leuk. Nee, wacht dat hij weer dicht gaat. Dan zie je het hele rare effect van een brug die scheef dicht gaat. En dan toch weer recht wordt. Of is dit echt gezichtsbedrog? Nee, dus dat staat echt diagonaal, parallel. Kijk, en daar krijg je, daar heb je al die containers. Kijk, die zien jullie daar varen. Kijk. Kijk. En dat is dus dat. En daar gaat hij weer. Dat is een hele rare. Het lijkt wel of je hem op schuin trekt. Ja, dat, en dat doet hij ook. Is creepy. Hij gaat ook schuin. Kijk dan. Is gewoon creepy. Hij gaat ook schuin. Nog nooit aan deze kant gezien. Oké. Picasso. Ja, 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 ik niet. Ik maak me ook zelf nooit op, hè. Nooit. Dat doe ik echt nooit. Waarom weet ik niet, maar ik, volgens mij heb ik het geduld er ook niet voor. En mijn moeder wel, maar ik niet. Wat is je moeder? Ja, goed. Die vraagt al iedere keer waarom heeft hij mij nog niet geaccepteerd op Facebook? Ik heb nog geen verzoek van haar. Niet? Nee? Zou ik dat soms eens even zeggen? Of ze moeten, het kan zijn dat ik hem verwijderd heb, want zo af en toe krijg ik 50 verzoeken of zo. Uh-huh. En allemaal mensen die het niet kennen, dan gaat het in één keer van maandag wel een bak in. Als ik als het beter een berichtje sturen, want ik ben de moeder van. Ja, dat is inderdaad ook een hele handige. Ik heb nog een nieuw scheermesje bij me. Dus ik zie dat ik hier niet helemaal op ja, lees. Ik wel. Ik heb geen gezien. Kijk eens, mijn broodje. Ja. Maken. Rol je erop.
drie kleuren nog wel. Ja. Mag je denken goed. Mooi. Ja, mooi hè. Wat doe jij? Ik niet. Ja, toen zat ik weer in de auto. Ja, met Rosa, hoe toevallig. Ja. Ja, goed hè, heel toevallig hè. Ja. Ja, en dat was wel weer een leuke fotoshootje bij Henk Roos. Ja, dat is een hele leuke, lieve, vriendelijke, humoristische man. Ja, precies dat. Ja. Hè? Huh? Jawel. Dat is een hele humoristische, leuke, gezellige man. Ja. Zo, en wat voor bakfiets heb jij nou dan? Wauw. Bak met een fiets daar vast. Wauw. Dat mag groter. Ja, dat kan nog groter. Dus ja, wij gaan weer richting huis. Oké, even een vraag. Wat vinden jullie leuk? Dit of dit? Nee. Yes, man. Jack, what's up? What's up? Oh, wow. Heerlijk. What's up? What's up? What's up? Check it out. Welke aap is het? Nee, check it out. Nee, check it out. Oh, wow. Leuk. Nou, we zijn onderweg. Weer naar huis. Even. En wat kwamen we tegen? Werkverkeer, ja! Wat? Ja. Vond ik leuk. Ja, kijk niet uit. Handhaving. Hey! Handhaving! Gaat ons achtervolgen. Het is hier een schoolschoen, hè? Ja, dus. Handhaving in, die rijdt niet zo snel, hè, trouwens. Een dikke Volvo. En jij rijdt zo langzaam. Mijn god. Hallo. Hallo. Kunnen we wel even doorrijden? Goed zo. Top, dank u. Waar is handhaving? Waar is handhaving? Oh, daar. Ja, ik zag hem. Gaan we echt achter deze Volvo blijven plakken, hangen? Wat gaan we doen? Jezus, Mina. Ik kan niet rijden, man. En jouw deur, die zit niet goed dicht. Hey! What's up? What's up? What's up? Ik ben incognito. Ik ben vandaag incognito.
Ik ben vandaag in Cognito. Zullen we wel even doorrijden? Ik ben vandaag in Cognito. Dat scheelt weer. Oh, wow. Op te houden. Rijd door. Is ze moeilijk? Kniplicht is ook moeilijk. Ja, en zij heeft rechtdoor, ja. rechtdoor en voorrang, schat. Ja, dezelfde weg. Op dezelfde weg? Ja, ja. Ja, maar dat doet ze ook. Maar het was niet op dezelfde weg. Het is op een andere weg. Ja, oma. Het is namelijk heel slecht. Dan heb je dat vrouwtje weer die gisteren ook zo gek keek. Niet doen. Ja, die kan je ontwijken, ja. Zo. Ah! Mijn god, idioot. Wat? Ja, jij. Ja! Kijk uit dat, en dat dit niet heel goed is voor je subframe. Wat je doet. Officieel gezien. Ja, ja, wat moet ik halen? Ik niet weten niet. Nee. Roderick die loopt ergens achter mij. Jee. En ik heb nog een beetje make-up op. Beetje. Ik wilde niet helemaal goed af. Maar oké. Komt wel ergens of zo. Niks zit te prakken denken. Ik heb sowieso rundvleessalade voor een euro. En vanuit de bak. Kijk, vanuit de bak, 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 bak. Lekker. En ik zit te denken, zal ik een fles wijn halen die afternoon? Ik kan niet weten. Zoveel geld heb ik niet. En ik heb nog genoeg in de vriezer en in de kelder. Twijfel, twijfel, twijfel. En bij twijfel moet je het vooral niet doen. Of juist wel. En ik wil niet als ons alcoholist worden weggeschreven. Dat willen ook niet, maar... Kan ik zonder alcohol? Ja, dat zeer zeker. En ik heb dan nu nog, even kijken, 5, 6, 7, 8, 9 euro. Ja. Dus ja, twijfel, twijfel, twijfel. Bij twijfel moet je het niet doen, toch? Bij twijfel moet je het niet doen of wel doen? Niet doen. Nou, oké. Je twijfelt of je wijn laat staan. Ja. Bij twijfel moet je het niet doen, dus niet laten staan. Die vat ik niet. Maar ja, ik heb maar 10 euro en ik heb hier al een euro uitbesteed. Oh, okay. En er moet ook nog getankt worden. Oh, okay. En zoveel geld heb ik niet, want ik sta in de min. Dat is wat ik wilde checken. Huh? Dat is wat ik wilde checken. We staan ook wel lekker in de weg, 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 weg. Oh, die gaat de andere kant weer op. Nou, Roderick die gaat dat checken. Dus ja, komt wel goed, hoop ik. Ergens weet ik veel waar. Wanneer weet ik niet wat er wie wat waar. Hm? Zo. En ik heb toch besloten om een lekkere flesje wijn te halen. Ja. Zeker lekker dan. En Rodi moet brood hebben, maar dan moet je snel wezen. Want het is nou 7:45, hè. En om 8:00 moet ik gaan afrekenen. Voordat ik het niet meer mag. Ja, moet ik het dan alvast die kant op? Oké, zie ik je zo. Tot strakjes. Hoi, love you. Tot zo. Hoi. Nou, dan ga ik even afrekenen. Doe ik dat. Ja, lieve mensen. Ik ga deze vlog gezellig afsluiten. Samen weer met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan. Want dan blijf jij, zeker jij, ja, Julia. Blijven jullie... Zeker op de hoogte met alles wat ik plaats op YouTube. En dan zou ik zeggen, tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!